Vanavond in spektakel een hoorspel van Jean-Pierre Plooy, De Tunnel. Ik geef u een rolverdeling. Roger, Hans Veerman. Hans, Joris de Rijk. Anna, Joke Rijtsma Hagelen. Johan, Hans Karsenbarg. Opa, Wim Kouwenhoven. Jaap, Willem Paul Edelman. Emma, Marielle Violet. En de conducteur wordt gespeeld door de schrijver zelf, Jean-Pierre Plooy. Techniek was in handen van Herco de Boer en Hans Boersma en de regie van Jean-Pierre Plooy. Hier vandaan is de riviermonding goed te zien. Beter dan vanuit de trein. Hoewel ik hier niet mag staan. De aflastering is er niet voor niets. Mensen moeten beschermd worden tegen zelfmoord, zolang ze zich nog dienstbaar kunnen maken of medelijden kunnen opwekken. En voor mij, in de verte, wordt hun beloning aangevoerd. In zeekolossen die de golven breken. Buitengaats lullen ze vol minachting op de zee, als verdetten. Alles wijkt voor hen. Het water, de wind. De zon weerkaatst op het staal. Regen en sneeuw vallen zonder het schip te schenden. Bootjes schieten uit de weg of worden vermorzeld. Want het fortuin dat ze met zich meedragen is niet makkelijk te wenden. Soms worden ze in hun overmoed bedwongen door een getergde, woedende zee en gaan te gronden. Onbruikbaar geworden en dan onzichtbaar. De zegenrijk en danken het water geen moment dat het hen verdraagt en verder draagt. Steeds verder, tot de bestemming die alleen de bemanning kent. Om iets af te geven of weer mee te nemen. Verder weg. Maar eenmaal voor de kust, hier rechts, vallen ze stil. Kleine slepers trekken naar hen op en maken lijnen aan hen vast. Als blinden worden ze de rivier opgeleid, naar de kade waar kraandrijvers die niets van de zee weten hun lading lossen. En de bemanning die niets van de stad weet, zoekt het geluk in de voor hen bestemde wijken. Daarna worden ze, lam en verarmd, teruggeleid tot op de loopplank. Maar dat is vanaf hier niet te zien. De schepen leggen nooit langs deze kant van de rivier aan, waar alleen koeien en platte graslanden zijn. En het heeft geen zin een koe een bankbiljet voor de neus te houden. Tenminste, boeren doen dat nooit. Wat een kijkdoos. Het water is donker, blauw. De zon scherpt de vormen aan. Vrije slepers halen de kolossen binnen met witte cirkels zeemeel boven hun hoofd. De havenkranen zwaaien en knikken. De oliekrakers, die niet groter dan een lucifer, stoten okergele rook uit of spuwen vuur. In midden van helrode tanks, omgeven door loodsen en opslagterreinen. En daarachter, verborgen in een nevel, de stad. De spits van de kathedraal prikt door de sluier heen. Ik zou hier moeten blijven staan. Hij is voorbij. Ik moet gaan. De volgende komt over 29 minuten. Maar dan ben ik al lang aan de overkant. 38 keer per dag gaat er een trein onder de schepen door. Duizenden mensen duiken het water in en komen er dan zo'n 2 minuten later weer uit. Keurig droog. Zonder de adem te hebben ingehouden. Zonder enige beproeving. Want ze gaan niet zelf. Ze laten zich gaan. Ik wil gaan. Ik ga. Ik moet. Ga dan. Ja, wacht even. Eerst rust, rust en dan tempo. Het juiste tempo. Tijd genoeg. 29 minuten. En dat voor zeg 3 kilometer, ruwweg geschat. Dat moet toch kunnen? Ik had de afstand preciezer kunnen meten. Ik kan nu ook teruggaan, de aflastering over, de trein in. Proberen tijd en snelheid nauwkeurig op te nemen. En daarna weer hier gaan staan. Hetzelfde zeggen wat ik net gezegd heb. De aflastering weer over naar het passeren van de trein. Maar dat doe ik niet. Want ook dan zou ik weer... De kranen. Ik ben ook zo slecht in schatten. En de nevel vervalst de afstand. Het beste is...
Ik dacht dat ze waren. Nog één station. Hoe lang dan nog? Half uurtje. Ja, Johan, jij bent. Heb jij... Zeg. Ja. Waarom ben je toch altijd later dan ik, terwijl we even ver van het station af zitten? Weet je waarom? Nee. Mooi zo. Sorry, ik kon het niet goed horen, Johan. Nog een keer. Ja, ja. Nee hoor, die had je al een keer gevraagd. Licht. Is dat niet? Ja, in de verte een paar puntjes, maar verder. Maar dat hoeft ook niet, want de trein heeft zijn eigen lampen. Een minuut voor we afdalen, gaan de lampen in de coupé aan. Reizigers die het traject niet kennen zijn verbaasd. Midden op de dag. En ineens het licht aan. Alsof er een onaangename grap met ze wordt uitgehaald. Ze worden onrustig. Gaan verzitten, laten hun krant zakken. Dan merken ze dat vanaf de grond een betonnen muur langs het raam omhoog kruipt. Steeds hoger. Die zich plotseling sluit over de trein heen. Buiten is het aardedonker. Uit het raam kijken heeft geen zin meer. Het doet zelfs pijn aan de ogen. Omdat de muur zo dicht langs het plein zuist, dat elk steunpunt vervliegt en je wel waar schuil gaat kijken. En haar buiten gestoken arm zal afgerukt worden. Dus duren de mensen maar wat in het rond, de coupé in. Per ongeluk raken ze mekaars blik, schrikken, wenden zich af, zoeken een ander steunpunt, komen weer bij een persoon, weer een vreemde ontwikkeld met schrikdraad. Dus staren sommigen maar naar het plafond, de lampen. En een enkeling waagt het om ongevraagd iets te zeggen. Meestal dat het zo akelig is voor je oren, zo'n tunnel. Maar gelukkig hoef je hem niet te verstaan door de herrie. Je oren. Brutaal is dat. Stel je voor dat hij zou zeggen, uw oren. Dat is nog brutaler. De bevrijding wordt aangekondigd door een licht stijgen van de trein. Een iets langzamer rijden, moeizamer. Maar het einde van het onbestemde is in zicht. Nog even en men kan elkaar weer mijden zonder onfatsoenlijk te zijn. Kranen, krakers, tanks, dat is weer wat. Er komt nog meer. Maar kijken zonder iets te zien. Ze presenteren alleen maar hun ogen en deinzen dan terug voor een beetje schrikbraad. Logisch dat ze niks zien. Kunnen breken. Of tegen de muren botsen. Zo zonder waarschuwing houdt de stoep op. Zonder bord, zonder hek. Niet eens een afstap. Dat is niet waar. Anders was ik niet gevallen. Maar ze hadden er toch wel een lampje bij kunnen zetten. Ach. Een tunnel is een tunnel, 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 is een tunnel. Tunnel is een tunnel, is een tunnel. Moet je kijken, man. Die mevrouw heeft een gekke duim. Welke mevrouw? Hans Webben. Die naast die meneer. De duim heeft haast geen nagel, zo kort te zijn. En haar grote teen die is net zo. Hans. En die grote teen is bijna even lang als haar kleine teen. Oh ja? Niet zo kijken, jong. Kom. Nou, vader, dan moet u maar. Ik. Ja, of zal ik gaan? Nee, ik ga wel. Zeg, Hans, heb jij voor mij van Bach? Opa vraagt je. Heb je voor mij? Wat heb je? Ik loop dat jongetje dat met een stom spelletje moet meedoen. Dat hij veel liever aan mij zou willen vragen waarom ik zo'n rare duim en teen heb. Wat valt daar nou om te lachen? Niks. Ik hou hem op. Ga verder. Waar was ik gebleven? Bij de inktvissen. De vrouwtjes, inktvis en hun ellendig bestaan vanaf de bevruchting. Nou ja, in ieder geval,
Ze kwijnen weg in de 7 weken dat ze hun bevruchte eitjes verzorgen. Ze eten zelf helemaal niets meer en teren in op hun reserves. De mannetjes leven doorgaans nog 9 maanden na de bevruchting. Zij het op een andere plek omdat het wijfje de eitjes in alle rust in groep brengt. Nou, zoiets kan een hele opluchting zijn. Wat? Gaan verhuizen zodra je je vrouw bevrucht hebt. Zou jij dat ook doen? Emma, je vergeet dat ik geen vrouw heb. Dat is ook de reden waarom je elke treinreis naast me zit. En de leraarskamer groet je me niet eens. Nee, omdat ik je toch al 2 keer per dag tegenkom. Maar wat heeft dat nou... En nee. En wat een verschuur. Zag je dat? Wat? Die koe. Ik zie honderden koeien. Nee, die daar. Die op de grond ligt. Die koe rende achter een andere koe aan en stortte toen ineens ter aarde. Zomaar ineens. Maar ze ligt er nog steeds. Maar... Misschien had ze een attack. Of een been gebroken. Mam, mevrouw zegt dat daar een koe ligt die zijn been heeft. Stil jongens, je moeder vraagt me wat. Doe nog eens, Anna. Doe nog eens. La 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 la. Nu heb ik het juiste tempo gevonden. En het ritme. Een tunneltje. Zijster nuttig, zijster nuttig. Ritme om te rennen. Daar gaat het om. En niet iets ingewikkelds. Niet te moeilijk. Kijk maar. Zie je wel. Het kan niet om op te lopen. En het gaat ook niet als je alleen de melodie neemt. Want die moet mooi zijn. Melodie is luxe. De beloning na het werk. Maar saai is dan nuttig of het medelijden. Of met het medelijden. In ieder geval, maar saai is dan nuttig. Zo kom ik tenminste een eind. Ergens naar een lampje. In de verte. Soms loop ik naar de brievenbus. Zij stom. Hou op. Je loopt toch al even op, houden. Ga maar door. Dan heb ik een brief of een kaart geschreven. Om naar de brievenbus te kunnen rennen. Ik word oud, dus ik moet rennen. De slijtage tegengaan. Maar niet in een bos. Maar konijnen veel harder lopen. Gewoon schoenen aan, jas aan. Naar de brievenbus. Ik wacht tot 5 minuten voor de laatste lichting om te kunnen moeten rennen. De kaart in de hand. Want soms kom ik iemand tegen die zijn hond uitlaat. En hij moet weten dat ik niet als een dwaas over straat ren. Of als een dief. Ik hou de kaart ver van me uit. Met gestrekte arm. Duidelijker kan dat niet. Maar... Poststoto is nooit op tijd. Altijd aan de late kant. Zodat er geen vreugde is. Alleen een eenzame brievenbus. Ze klungelen maar wat. Ik weet nooit of ze de volgende keer weer klungelen. 1 keer. Nee, dat is vergeten. Saai, stom, nuttig, saai. Loop ik terug, rustig. Want ik heb een jas aan. En geen kaart meer in mijn hand. Dan ben ik zonder ritme, zonder melodie. De honden zijn binnen. De straatlantaarns geven hetzelfde licht als een paar uur later. En deze lampen. Een tunnel is een tunnel, is een tunnel, is een tunnel, is een tunnel, is een tunnel. Tunnel is een tunnel, 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 is een tunnel. Het grappige is dat alle wijfjes dit gedrag vertonen, zonder 1 uitzondering. Emma. Oh, sorry. Ik dacht nog even aan die verongelukte koe.
Welk gedrag vertonen wij? Jullie niet. De inktviswijfjes. Die doen vanaf de bevruchting helemaal niets meer. Behalve het grootbrengen van de eitjes. Ze verzamelen voedsel meer. Ze eten überhaupt niet meer. En wanneer hun kroost na 7 weken is geboren en sterk genoeg is om voor zichzelf te zorgen, dan sterft de inktvismoeder. Terwijl het mannetje nog zo'n 9 maanden na de bevruchting in leven blijft. Logisch. Hoezo? Die was hem gesmeerd, zei je toch? Hij hoeft zich niet uit te sloven. Nee, het ligt anders. Iemand heeft ontdekt dat het wijfje achter de ooghoek een klier heeft die een hormoon produceert. En dat hormoon zorgt ervoor dat het wijfje sterft. Achter de ooghoek? Ja. Kijk, het wijfje heeft 2 stervensklieren. Haalde die onderzoeker de beide klieren weg, dan bleef het wijfje na de bevruchting gewoon eten. Leefde net zo lang als het mannetje. En toen de eitjes uitkwamen, had ze haar kinderen op. Dat ontzettend gemeen. Ach, zo is het nou eenmaal in de natuur. Nee, de natuur is niet gemeen. Die man die dat wijfje haar eigen kinderen liet opeten. Als hij zich er niet mee had bemoeid, dan had ze dat nooit gedaan. Dat was tegen haar. En dan hadden we nog steeds gedacht dat verouderen een kwestie is van slijtage. Een soort metaalmoeheid. En dat sterven daar weer het logische gevolg van is. Nu weten we dat dat niet waar is. Slijtage in de zin van opraken geldt niet voor ons lichaam. Het is de bedoeling van de natuur dat we sterven. Zo, zo. We slijten niet. Of beter gezegd, het sterven en ook het verouderen zijn gegevens die al voor ons geboorte in ons opgesloten liggen. Onontkoombaar. Het zit in ons programma, omdat er anders geen geboorte zou kunnen zijn. Hm. En om achter die waarheid als een koe te komen, laat die man de inktvismoeder de kinderen opeten. Oh, Hans, het is jouw beurt. Maar opa, die meneer vertelt over moeders die hun kinderen opeten. Is dat waar, Alma? Wat zegt u, vader? Is het waar dat sommige moeders hun kinderen opeten? Die meneer zegt het. Dat komt voor, inderdaad. Wat weet jij daarvan? Niets. Bovendien ging het om wijfjes. Die sterven zodra hun eitjes uitkomen. Niet waar. Zal ik die meneer vragen? Nee, doe maar niet. Dat is onbeleefd. Ach, dat is zeker weer zo'n natuurverhaal. Er gebeuren zulke enge dingen. Nou, vraag maar, Hans. Opa, heeft u voor mij van Felix Mendelssohn Bartholdy... Ja, doe maar. Zo. Kan het niet, het is veel te... Nee, die heb ik niet. Maar mag ik van jou even zie je, kijken? Ik kan het niet. Ik kan wel even rusten. Praten. In het donker. Tegen mezelf. Ik kan het wel. Het moet makkelijk kunnen. Misschien zelfs in de wandelpas. Of achterstevoren. Zoals de loopjongen van de balie laatst. Toen hij voor het eerst mijn kamer binnenkwam zonder te kloppen. En ik zei, hé, wacht eens even. Wie ben jij? En hij zei, pardon meneer, ik ben de nieuwe junior assistant director desk office. Kom dan maar binnen, zei hij. Maar ik ben geen meneer. Ik ben de director analyzing media news. Damn! Dus. Zei ik keihard. En ik lachte keihard. En hij keek zo bad. Oh, zo bad. Zo bad. Dat ik zei, junior assistant director desk office. Weet jij niet wat dat betekent? Ken jij misschien geen Engels? Denk jij, junior assistant director, dat je meer bent dan de loopjongen van de desk office, alias de balie, die dan officieel wel het minimum jeugdloon krijgt. Maar kijk, we moeten ook nog winst maken, anders is dat helemaal geen desk office, geen director desk office en zeker geen Jenno. Want zo heet je hier, Jenno. Dus wees je wel blij met je nieuwe naam. Dan heb je tenminste iets om over te kletsen in de disco. Maar denk vooral niet dat je achterstevoren mijn kamer kan binnenkomen en zonder te kletsen. Weer heb ik geen bezwaar tegen. Ik ben ook maar een mens, geen meneer. Dus de volgende keer buk je als je bij mijn deur komt. 1, 2. En je legt alles wat je in je handen hebt keurig neer op de grond. Dan klop je en je klopt recht op staan. Dus na wat jij je hebt opgericht. Ik kan heel goed horen of iemand beneden aan de deur dan wel in het midden daarvan klopt. En... Nu ga je natuurlijk in gebukte houding je armen omhoog strekken.
trekken om zo in het midden van de maan. Luister eens, jongeman van de Mali. Dat doen wij hier niet. Hier wordt niet gespeeld en zeker niet vals gespeeld. Dit is een bedrijf met aan de top een hele hoge meneer, wiens woorden als goudkorreltjes door de media worden gewogen. Dat weet je toch wel, neem ik aan? Of lees je geen krant in de disco's? Welaan, dan moet het jou bekend zijn dat het belangrijkste nieuws in de krant elke dag weer uit de mond van onze baas komt. En wanneer er iets uit zijn mond naar buiten treedt, dan kan het alleen maar als er eerst iets naar binnen is gegaan, via zijn ogen. En dat iets, dat bepaal ik. Daar. En dat heb jij in je handen. Zij natuurlijk dat je veel te veel in je handen hebt, maar daar ben je loopjongen voor. Balieknecht, die zonder het te weten het aanstaande nieuws binnendraagt, als ik het maar weet. En daarom buk jij je als je voor mijn deur staat, begrijp je. En na het bukken enzovoort enzovoort, dan leg je hier op mijn bureau de oerkoek neer. En de rest kun je zelf wel verzinnen. Nogmaals, ik heb er vrede mee als je me tutoieert, dus je kan gaan. Ik moet gaan. Niet dat ik altijd zo noos ben. Alleen de eerste keer. En zeker wanneer ik ineens van achter het bureau mijn medereizigers uit de trein voor ogen krijgen. Krantenlezende schapen die mijn horizon verduisteren. Ze weten niet wat ze lezen. Ze willen het niet weten. Te stom om wat ze lezen niet te geloven. Te stom om het weg te gooien, om zelf wat te maken. En ook zij mogen me tutoieren, maar dat moet. Wat? Ik kan niet. Dat klopt niet. Toch is het zo. Ik hoopte het nog niet. Ik kon het wel. Ik had het gekund. Paspoorboekje licht. Hoewel. Een goederentrein. Die staat erin. Ga naar een muur. Dichtgezucht tegen een muur. Niet kijken hoeveel ruimte er is vanuit de trein. Nee. Geen hou vast. Dichter tegen de muur. Duwen. Ogen dicht. In het donker. Jij wilde. Je moest. Nu moet je. Je had het geen reden. Schreeuw maar. Waarom wist ik het niet? Gewoon niet trilt. De muur. Mijn lichaam trilt. Waarom moet geld? Ja. Als u. Goedemiddag. 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 Samen of apart? Stu. U. Stu. U. Stu. U. Stu. Kup, kup, kup. Het gekke is, in het Frans zeggen ze kokkeriko. Bang voor niets. Voor niets bang. En ik heb alles nog. Armen, benen. Ik ben er nog. Midden in de tunnel. Stond erop. Je wist het toch. Dat het andere baanvak gescheiden is van dit door een muur. Dat je een tegemoetkomende trein nooit kan zien. Je gaat 2 keer per dag met dit ding. En je bent nog even stom. Ketelappen. Bang voor niets, wezel. Hup, lopen, rennen, de tunnel door. Even kijken. Ja. Rust. Eerst rust. En dan het tempo. Het juiste. En niet meer praten in het donker. Wat heb je? Jaap. Want je wordt toch...
Rustig maar, rustig. Oh, waar is die controleur? Oh, Jaap. Oh, ja, ja, ja. Doe maar, doe maar, doe maar. Doe maar, kom. Kom, kom. Jezus, haal dat weg, Jaap. Toe, kan je? Ja, daar, daar, daar ook nog een beetje. Ja, ja, en dan nou je neus nog. Links een lamp, rechts een lamp, in de verte. Allebei op zo'n 50 meter afstand, of 100. Ik ben niet goed in schatten. Ik weet alleen dat ik ogenschijnlijk precies in het midden sta. Ik ben er al heel wat gepasseerd, niet meer dan een waaklichtje. Toen ik er voorbij kwam, zag ik vaag de weerschijn van de rails, de bielzen, het grind, bovenleiding. En daarna werd het weer pikken donker, met de volgende als baken. In een kaarsrechte tunnel, alleen stikdonker. Liever zit ik in een oerwoud, bij nieuwe maan. Alsof de lampjes in plaats van licht te geven, al het zichtbare in zich opzuigen. En verschrikkelijk lawaaiig als ik me beweeg. Er rent een kudde dinosaurussen met me mee. De duisternis beschermt de stilte. Ze willen niet verscheurd worden. Stilte en duisternis eisen rust. Rust om het water op zijn plaats te houden. Maar de trein breekt achterloos en met bruut geweld door ze heen. En nu ik ook, zei ik lopend. En zacht. Maar ze hebben geleden. Ze zien op wraak. Elke stap doet hen overmatig pijn. En ik zal hen blijven pijnigen. Ik moet eruit. Het spijt me. Het kan niet anders. Ook als ik nu terug ga, krimp ik je. Straks als ik buiten ben, mogen jullie me weer laten struikelen. Zoals van het begin. Met tackelen. Nu moeten jullie me verdragen. Ik weet niet hoe lang nog. Jullie weten het wel. Dat geheim is jullie wraak. En jullie bewaren het als een schat. Koesterend. Zoals ik mijn angst. Maar... Een tunnel is 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 een tunnel. Ik weet niet waar ik ben. In een zwart gat. Dat het water op zijn plaats houdt. Meters water. Schepen. Schepen die het water in beweging brengen. De tunnel openrijden. Het stroomt. Voor. Achter. Ik heb niets gevoeld. Voor. Gedrukt. Gelijkmatig ritme. Condens dus. Geen lek. Ik kan ze niet zien. En het wordt niet sneller. Ik zou kunnen wachten. Wachten op het bewijs. Het bewijs zoeken. Het verschil tussen... Het verschil zal niet tellen als ik eruit ben. Terug kan langer zijn dan verder. En nu hoor ik de druppels niet. Ja, Boelt heeft ook zoiets onbedulligs geschreven. En dan maken ze er een kwartet van. Nou ja, je wordt ouder en je smaak verandert. Je krijgt een betere smaak. Meen je dat? Oh, beslist. Ik vind dat viool zit ook zo verschrikkelijk. Mis, trouwens, ik kan niet goed horen. Die mensen kletsen zo hard. Weet je dan dat je het niet hebt? Heb je überhaupt geen meter over? Nou goed, zing het dan nog een keer. Oh, oh.
Als kind vond ik het prachtig. Maar in de loop der jaren neem je zoveel tot je, krijg je onderscheidingsvermogen. Kortom, je smaak verandert, hè? Zeker. Je krijgt een betere smaak. Precies. En dat gebeurt dankzij het klimmen der jaren. Heel goed gezegd. Heel goed gezegd? Kletskoek. Oerkoek. En dat klopt helemaal niet met wat jij nu net met zoveel bombarie hebt zitten verkondigen. Mevrouw kan het ietsje zachter, we doen namelijk een spelletje. Oh, en wij niet, meneer. Ik moet een hoogst verwerpelijke theorie van mijn collega ontmaskeren. Maar dat kan dan toch wel? Nee, dat kan niet. En ook niet zo beschaafd als u dat doet, want u zingt niet alleen vals, u speelt ook vals. Heb ik gezien. Anna, Annie, Johan, heb ik je daarvoor opgevoed? Ja, vader, ik ben perplex. Ach, meneer, u moet maar denken, cultuur kan barbaarsheden verbergen, zelfs voor een wat langere tijd, maar echt uitroeien... Nee, dan de wetenschap. Die staat op een veel hoger. Juist. En daar wilde ik het met je over hebben. Jij beweert dat oud worden, sterven, een kwestie is van programmering. Of van hormonen, dat doet er nou even niet toe. En je beweert ook dat naarmate je ouder wordt, je smaak zich verbetert. En dat zou dan betekenen dat het krijgen van een betere smaak, of liever gezegd, dat die betere smaak zelf al opgesloten ligt in... ons DNA. Wat zeg je? Nou, dat dat helemaal niet zo gek is. In ieder geval de moeite van het onderzoek bewaard lijkt me. Hoewel... Dat van, dat je smaak ligt te wachten op, hoe zeg ik het ook alweer? Kijk, smaak is natuurlijk een raar begrip. Maar afgezien daarvan, en het zal nog wel enige tijd duren voor je iets met zekerheid kan zeggen, maar... Maar ik zou iets ontdekt kunnen hebben. Mm-hmm. Oh, ja. Je bent zo... Anna, je weet mijn oren, maar kan je op een gegeven moment te oud zijn voor het vioolconcert van Beethoven? Wat ben ik dan al voor oud? Hier is een lamp. En er is geen sprankje licht te zien. Ik dacht dat ik het hier geweldig zou vinden. Onder water, maar toch droog. Klein en zwak, maar sterk genoeg om zeeschepen over me heen te laten gaan. Kon ik ze maar zien? Tussen twee treinen ingeklemd en ik voel niets. Ik voel niets omdat ik rennen moet. Rennen om hier levend uit te komen. Zo zie ik niets. Is er niks te horen? En ik zal hier nooit meer terugkomen. Ik zou doordrenkt moeten raken van waar ik nu ben. Van het moment voortgestuurd te worden door een onzichtbare trein. Er is hier geen wind. Geen regen. Geen zon. Ze was gek geworden. Ik wist het al eerder. En ik ga er ook niet op zoeken. Elke ochtend vroeg ik, en wat vind je van de krant? En zij zei, elke dag hetzelfde, elke dag dezelfde treurnis. Op een dag gebeurde het onvermijdelijke. Ik zei, wat vind je van het nieuws? En zij zei, de krant. Ach, elke dag weer diezelfde treurnis. Maar kijk, er zijn lichtpuntjes. Lichtpuntjes? Ja, tussen de regels, de woorden. Lichtpuntjes tussen de letters. En ze keek me aan. Strak. Ik werd bang en zei, maar wat wil je dan? Dat alles zwart is. Dan kunnen de mensen niets meer lezen. Precies. En ze bleef me aankijken. Beschuldigend, zegevierend. Dat wat er niet in stond, hield haar in leven. Ze wist zich beschermd door wat ik had weggelaten. Door wat weggelaten moest worden, om te kunnen zijn. Ik ging. En toen ik terugkwam was ze verdwenen, voorgoed. Maar ik ga er niet op zoeken.
Toch trekt mijn oog naar het ene punt. Het zaagt me op. En de omgeving drukt des te zwaarder. Ze heeft geen einde. Ze komt ook op dat punt af om het samen te persen. Terwijl ik er al in ben opgenomen. Ze komt me verzwelgen. Er is geen einde als ik het niet kan zien. Het licht wordt omsloten. Vergrendeld. Ik zit. Ik moet. Gaan bewegen. Zo, ik heb Tchaikovsky, Bach en Felix Mendelssohn Bartholdy. Ik alleen Stravinsky, maar die is ook de moeilijkste. Ja, ik vind het belachelijk dat ze die erin doen, dat kan toch niet? Nou goed, dan tellen we die voor vier. Dan heb je nog evenveel als ik. Kijk, Mozart, Beethoven, Schubert en Vivaldi. En ik heb niks, niemand. Ach jee, hebben we jou niks gegeven? Oh, maar we zijn Hans helemaal vergeten. Hij moet leren tegen zijn verlies te kunnen. Moeten we het dan nog een keer spelen? Thuis, nu zijn we er bijna. Johan, geef mij de krant eens aan. Dank je. Zo, je hebt hem weer. En? Niks bijzonders. Veel anders dan wat er gisteren in stond. En dit is de krant van eergisteren. Ja, kan je nagaan. Nou ja. En zo is het misschien wel met alles. Is dat niet een beetje overdreven? Misschien. Het is toch prachtig om te denken dat je alles in je hebt. Dat je dat vanaf je geboorte al bij je draagt. Dat het leven niet meer is dan een uitkristallisering van al die opgeslagen gegevens. Een minutieuze uitwerking van je lot, dat altijd duister voor je is geweest. En dat je alleen op je sterfbed kan overzien. Nou, het gaat me wel erg ver. Nu verval je in de predestinatie. En dat is op geen enkele manier een nieuwe gedachte. Zelfs al lang geleden achterhaald en verworpen. Nou, omdat die toen aan God werd toegeschreven. Maar nu is er niets. En er is niets dat in die richting wijst. Maar daarnet zei je zelf. Emma, je begrijpt niets van mij. En jij niks van het leven. Dat volgens jou toch is vastgelegd. Precies. En het bewijs daarvoor is dat ik je nooit groet in de leraarskamer. Mam, zie je dat? Wat? Die lampen boven je. Oh ja, wat vreemd. Nee, is niet zo vreemd, mevrouw. We gaan straks een tunnel in en anders zitten we in het hartstikke donker. Hoor dat, pap, we gaan een tunnel in. Oh ja? Nou, hou me dan wel goed vast. Het is toch niet eng? Eng niet, nee. Maar als die lekt en breekt, dan konden we wel eens tegen een schip opbotsen. En dan gebeurt er tenminste nog eens wat. Ik wist het wel. Achter die lamp was het gaatje. En het werd groter. Groter dan de volgende lamp. Het was dichter ook. Het overbelichtte de lamp. En toen werd het gat handbreed. En nu is het al groter dan mijn arm. Dus die kan er al doorheen. Straks nog meer. De trein. Dus ik ook. Ik zal er komen. Er doorheen komen. En nu ik het zie, moet ik kunnen blijven lopen. Het moet. Zwaar. Het was ook lang. Nee. Ik ga omhoog. Ik stijg. En ik moet kunnen blijven klimmen. Lastig, maar rechtvaardig. Het einde lijkt te wijken, maar dat is niet meer dan de helling. De logische helling. Net als de afdaling. Die me zo gretig in het zwarte gat trok, dat ik struikelde en viel. En nu,
lacht het helwitte gat uit. Ik wil te graag. Ik ben te dom. Zoals ik er net niet achter kon komen. Maar die druppels vielen. Wat voor een druppels het waren. Ik heb het gemist. Maar het was toch condens. Gewoon neerslag. Anders was het er al lang ingestort. Het ongerijmde bestaat ook. Zeker als het te weinig kracht is voor... En hoe moeizamer het gaat. Hoe beter. Kijk. Puntjes. Duizenden, miljarden puntjes. Daar. Echt licht. Nu hoeft het ritme niet meer. Domme kracht. Ja, ja, ik ben niet doof. Ik weet het. Maar ik ben er. Mijn god, wat een lawaai. Het... Wat een licht. Ik zal naar ze zwaaien. Ze redden als ze verdrinken. Omdat ik niet... Ik ben er. Ik zal zwaaien en knikken. Zij zien dan een man die bij het uiteinde van de tunnel staat. Tussen de krakers en de kralen. Of een man die bij het begin van de tunnel staat. Het verschil kunnen ze niet zien. Logisch. Ik weet het zelf al niet meer. Ik weet alleen dat ik gerend heb. Zonder kaart. Hard. Om eruit te komen. En nu ben ik gewoon buiten. Ik ben gewoon buiten. Ik ben er niet geweest. Ik ben er niet meer. Waarom kijkt u naar mij, mevrouw? Ach, ik weet niet. Misschien omdat jij er net zo geïnteresseerd was in mijn kleine duimnagel. Pardon. Ziek en ruik dat ik boos op je ben. De meneer met wie je zat te praten, leest ineens in een boekje. Ja. Je ouders zitten te soezebollen. Ze kunnen niet tegen lawaai. Dan doen ze altijd hun ogen dicht. Thuis zit mijn vader de Matthäus Passion op. Keihard. En dan doet iedereen alsof hij niet meer kan zien. Verschrikkelijk. Wat zegt u? Niks. Ik lachte. Mijn vader zei dat we nu onder schepen doorrijden. Ja, dat is ook zo. Ik doe het elke dag 2 keer. En in het begin werd ik er doodziek van. Maar nu valt het me niet eens meer op. Alleen dat de lampen aangaan. En dat de mensen zich verschuilen achter hun kranten. Maar wie wil zich niet behoeden voor de duisternis? Of de medemens? Ik weet het niet. Maar wat voor schepen zijn dat dan? Prachtige, statige kolossen. Met schatten aan boord uit verre landen. Op zee zijn ze ongenaakbaar. Maar hier, op de rivier, zijn ze hulpeloos. Moeten ze zich laten trekken door slepers. Want ze zijn te log om zelf aan te meren. Dat zou ik ze graag willen zien. Recht boven ons. Mm-hmm. Waarom maken ze die tunnel dan niet van doorzichtig plastic? Dan zouden we ze kunnen zien. En dan ook de onderkant van de schepen van plastic. Alles doorzichtig. Dan zouden zij ons ook kunnen zien. Ja, dat lijkt me wel wat. Alles kunnen zien. Wat jammer, nu zijn we er weer uit. Kijk, kijk, daar zijn ze. Zie je wel? Waar? Daar. Nee, die kant. Welke kant? Hey, kijk, daar ligt een meneer. Waar? Hij zwaait naar ons. Zwaai maar terug. Lijkt wel alsof hij niet meer kan lopen. Nee, ja, nou is hij wel weg. Ah, jammer. Maar had je het toch niet kunnen zien? Hé, hey, hoort u dat? Wat? Wat de trein doet. Dat ritme. Dat was De Tunnel, een hoorspel van Jean-Pierre Plooy. Roger werd gespeeld door Hans Veerman. Hans was Joris de Rijk. Anna, Joke Rijtsma Hagelen. Johan, Hans Karsenbarg.
opa, Wim Kouwenhoven. Jaap, Willem Paulse Edelman. Emma, Marielle Violet. En de conducteur door Jean-Pierre Plooy. Techniek, Herco de Boer en Hans Boersma. En de regie, Jean-Pierre Plooy. Naar aanleiding van dit hoorspel nog even een korte mededeling. Gebaseerd op het muzikale kwartetspel dat u net hoorde, is zo'n spel ook in werkelijkheid verschenen. Het bevat 9 kwartetten, elk gewijd aan een beroemde componist. U kunt dit fraai uitgevoerde spel bestellen door 9,95 gulden over te maken op Giro 312-703 van de KRO in Hilversum, onder vermelding van muziekkwartet. Dus 9,95 op Giro 312-703.